KPN Grand Prix wedstrijden zijn voorbij. Het is zondagmiddag en we staan hier onder de finishvlag. Waarom? Nou, want we zijn ons aan het klaarmaken voor de allerbelangrijkste wedstrijd tot nu toe. Want het staat inmiddels 3-3. Hè? Jij hebt de 3 gewonnen, jij hebt de 3 gewonnen. En nu wordt het tijd voor de winnende, de finale. De finale. De FICA. Spannend. Finale. Wat gaan we doen? Jullie gaan 1 rondje rijden, 3,6 kilometer. Oeh. En rijden eerst over de finish komt wit. Op de slee? Op schaatsen. Op schaatsen? Maar niet zomaar schaatsen. Hele bijzondere schaatsen. Hele bijzondere schaatsen. Nee. Ja, nee. Nee, dat wil ik echt niet. Ik heb nog geoefend. Nee, oh my god. Ik had ze al zien liggen. We zijn niet in Noorwegen, dus niet in Noorden. Op Zweden? Ja. Salomon. Zandstra's. Nee, gaan we op Zandstra's rijden? Of van die echte? Ja, kijk. Oh my god. Wauw. Oh, dit is wel even schakelen. Nul. Echt, Bram? Heb jij dit wel eens gedaan? Heb jij dit wel eens gedaan? Heb jij dit wel eens gedaan? Oh mijn god. Heb jij dit wel eens gedaan? Nee. Nou, eigenlijk heb ik me helemaal voorbereid op de gewone custom picknickschoenen. Gisteren expres nog het ijs op geweest. Een rondje geschaatst om even gevoel te krijgen. En dan moeten we dus hier op gaan schaatsen. Ik weet het gewoon niet zo goed wat ik kan verwachten. Ik weet het echt niet. Maar ik ga er alles, maar dan ook echt alles aan doen om Anouk te slaan. Ik wist stiekem wel dat ik moest gaan schaatsen hier. Dus ik dacht, ja, als ik gewoon bij Linda achter de rugrij zit en een sprintje doe, moet het wel lukken. Maar met deze dingen, ja, ik heb geen idee. En ze zijn zwaar. Ja, dit wordt wel een dingetje. Ik heb echt geen idee wie dit gaat winnen. Geen idee. Zet hem op, succes! Zijn jullie klaar voor? Yes, yes. Naar de start! Naar... Ja! De Fikertje is de tromp, gefeliciteerd, ja, man. Dankjewel. Gewonnen. Jezus, ik had echt niet verwacht dat ik voor jou over 3 kilometer nog ooit zou winnen. Is het toch gelukt? Ja, ik voelt wel goed. Maar, hoe is de trucendoos open, hè, Bram? Maar, Ja, pijnlijk, hè, dit. Waar was het echt? Nee, het is gewoon anders dan schaatsen. Toch? Dat wel. Ja, dat is wel. Ja, het voelt niet hetzelfde. Ja, ik heb gewoon genoeg proberen te slopen. Ik heb een paar keer aangevallen. Slopkoers was het. Kijken wat ze doet. Ja. Ik denk, het was een fantastisch gevecht. Ja? Dat is ook allemaal vrouw tegen vrouw. Sowieso de hele... De hele challenge. De hele alle challenges. Absoluut. Wat vonden jullie ervan? Ja, tof. Echt zulke mooie dingen gedaan en gezien. Waar je normaal niet zo snel komt. En die omgeving hier is gewoon echt prachtig. Dus ja, het was echt... Super gaaf. Ja. Bucketlist vind je. Staat afgerond. De challenge 2019 is geworden Linda Bouwens.